gesymboliseerd in dat prachtige stadhuis. In die tijd zijn steden veel en veel kleiner dan wij nu met dat begrip verbinden. Ingeklemd tussen stadswallen, inwonersaantallen van 500 tot 10.000. En dat was al heel groot. Daar loopt een jongen op weg naar school. Zomaar een jongen. Het is Erasmus. Erasmus die enkele jaren daarvoor met zijn moeder is teruggekeerd vanuit Rotterdam, waar hij in 1466 werd geboren. Hij is dan, als hij naar school gaat, en dat is het moment dat hij actief over straat loopt, moet hij een jaar of vier geweest zijn. Geboren als wettig kind, lastige kwestie in de tijden. Erasmus is de zoon van kopiers Gerard en Margaretha, dochter van de chirurgijn. We zijn hier in de Peperstraat en daar heeft Gerard, de vader van Erasmus, gewoond. En waarschijnlijk hij zelf als jongetje ook in dat tijd bij zijn vader. Zijn ouders komen uit een ontwikkeld milieu en dat geeft Erasmus heel veel kansen. Zelfs als onwettig kind. De dagelijkse weg van de jonge Erasmus over de markt brengt hem naar de Latijnse school. Het gebouw hier achter mij staat op de plek waar in de tijd van Erasmus zijn eerste school was. Het is de grote school, de parochieschool van de Sint-Janskerk daar. Zijn ouders hadden veel over onderwijs, dus wilden meteen dat hij een goede opvoeding krijgt. Hij heeft daar later geen goed woord voor over. Er werd veel geslagen, hij verveelde zich er, hij moest rijtjes uit zijn hoofd leren. Hij werd duidelijk niet geprikkeld, hij vond het maar niks. Ook zijn ouders vinden de Goudse parochieschool uiteindelijk niet goed genoeg. Want als hij 12 jaar is, stuurt zijn moeder hem naar een nieuwe school. Of die over het water is gereisd of over het land, dat weten wij niet. Maar in ieder geval nemen ze hier afscheid, deze plek. En dan komt hij in Deventer, de Leguineschool, onder invloed van de moderne devotie. Een beweging met als belangrijkste kenmerken eenvoud in het geloofsleven, deugdzaamheid en afkeer van uiterlijk vertoon. De school is vernieuwend door het invoeren van Griekse les en wordt ook wel de bakermat van het Nederlandse humanisme genoemd. Met grote namen als Agricola, Hegius, grote geleerden, Thomas van Kempen, Geert Grote. Toch klaagt Erasmus ook in deze intellectuele omgeving over de manier waarop het onderwijs wordt gegeven. Hij vindt het regelziek, neerbuigend en vooral kinderachtig. Hij scheldt later ook op dat onderwijs in Deventer, maar dat is toch meer omdat hij zo graag wil doen voorkomen alsof hij zichzelf heeft ontwikkeld en opgevoed. Nou, dat is aantoonbaar onjuist. De grondslagen die de moderne devotie naar voren brengt voor een hernieuwing van het geloof, die vinden we bij Erasmus duidelijk terug en die heeft hij ook verder uitgewerkt. 1484. In Deventer overlijdt Margaretha, de moeder van Erasmus, aan de pest. En ook zwarte tijden in Gouda. En pest waart ook daar rond in de stad en maakt vele slachtoffers. Erasmus keert terug naar Gouda, maar kort daarna overlijdt ook zijn vader aan de pest. Dat gebeurde op de plek die nu Museum Gouda is. Schuin achter mij is de plek waar in de tijd van Erasmus het Sint-Catharina-gasthuis was. En wij weten zeker dat daar zijn vader overleden is aan de pest. Het was een angstaanjagende ziekte die heel snel tot de dood voerde als je besmet raakte. Het is een angst, een diepe angst, die hem nooit zal verlaten. Pieter Winkel, de oom van Erasmus en zijn voormalige leraar aan de parochieschool, neemt na de dood van zijn ouders als voogd de zorg voor Erasmus op zich. Hij denkt, en niet ten onrechte, dat oom Pieter erop uit is om hem monnik te laten worden. En Erasmus wil maar één ding. Later. En dat is na de universiteit. Hoe eerder, hoe beter. Dat zit er niet in. Pieter stuurt Erasmus toch naar een klooster, net buiten Gouda. Hij is dan 20 jaar. Op deze plek heeft het klooster Stijn, ook wel Emmaüs klooster geheten, gestaan. Daar is
niets van over. Eén steen en een stukje glas, maar verder is het verdwenen. Erasmus moest zich beschikken in het strenge kloosterleven. Tot zijn ergernis. Hij wil studeren, hij wil weg, hij wil de wereld in. Eigenlijk was het best een goede plek. Het had een grote bibliotheek met belangrijke teksten. En hij ontmoet hier ook geestverwanten als monnik. Zijn grote vriend Servaas Rogier. Rogier is een van zijn eerste dierbare vrienden. Al is het wel een vriend waarin hij later teleurgesteld raakt. Al met al heeft Erasmus het niet zo slecht in het klooster vol met boeken. Bovendien, hij zit niet gevangen. Hij kan zelfs op reis. Het maken van studiereizen werd zelfs gestimuleerd door de Augustijn op orde. Dus het zit veel dieper bij Erasmus. Hij wil gewoon niet meer hier zijn. Hij wil weg. Hij kon niet tegen het regime van zijn klooster. Hij ergerde zich aan het feit dat hij altijd met gebogen hoofd moest lopen, naar de grond moest kijken, uit nederigheid. Hij werd voortdurend wakker gemaakt om te gaan bidden en dan kon hij moeilijk in het slaap komen. Hij vond het eten ontzettend vies. Als op één plaats zitten deugd is, dan verdienen bomen en rotsen zeer geprezen te worden, schrijft hij later spottend. Maar één ding is duidelijk, hij overdrijft enorm. Ook het leven in Gouda vindt Erasmus maar niks. Het Hollandse klimaat, de ijzige winters en de veelvuldige vismaaltijden. Achter mij zijn de visbanken waar in Gouda de vis verhandeld werd. Erasmus denkt dat de oorzaak van zijn voortdurende ziekte, met name zijn nierstenen, dat dat eigenlijk vis eten is. Dus hij probeert van alles om daaraan te ontkomen, tot en met een verzoek aan de paus. Vis is voor hem een bedreiging, bijna zelfs een levensbedreiging. En die Hollanders vertonen een hang naar zuipen en potverteren en zijn bovendien niet geïnteresseerd in de letter. Achter mij op nummer 11 heeft het huis gestaan van Bertha van Heijen, de weduwe van een rijke patricier in Gouda, die als een moeder voor Erasmus is geweest. En dat gold niet alleen voor hem, maar ook voor zijn vrienden, voor verschillende mede-monniken. En ze gaf hem vooral de gelegenheid om zich uit te leven. Dat deden ze in disputen met elkaar, maar ze maakten ook gewoon lol. Dan wordt hij op 26-jarige leeftijd in Utrecht tot priester gewijd. Dankzij zijn grondige kennis van het Latijn wordt hij secretaris van Hendrik van Bergen, de bisschop van Kamerijk. Erasmus kan eindelijk zijn vleugels uitslaan. Verlost van zijn pijn volgt hij zijn ideaal: reizen als een moderne humanist. Universiteiten en bibliotheken bezoeken op jacht naar handschriften. Samen met zijn vrienden debatteren, denken en schrijven. Alles wat hij daarbij nodig heeft zijn een paard voor hemzelf, één voor zijn boeken en schrijfgeleer en een bescheiden vast inkomen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Als hij 27 jaar is, laat Erasmus Gouda voorgoed achter zich. Het Gouda van zijn jeugd ligt nu definitief achter zijn horizon. Te zien. Zo. Staat achter. Show you. Achter mij staan nog andere beeldjes te zien. Plattegrond van Gouda.